Ik ben Jonica Smeets, ik ben wiskundige. Ik ben hier in Leiden gepromoveerd op een proefschrift in de getaltheorie. En ik werk tegenwoordig als wetenschapsjournalist en ik schrijf voornamelijk over wiskunde, want iemand moet het doen. Een algoritme is eigenlijk niks meer dan een stappenplan wat je stap voor stap ervoor zorgt dat je een of ander resultaat bereikt. En dat resultaat kan van alles zijn. En een van mijn favoriete algoritmes, dat zorgt ervoor dat je alle priemgetallen tot een bepaalde grens vindt. Priemgetallen, dat zijn getallen die alleen deelbaar zijn door 1 en zichzelf. En stel dat je alle priemgetallen tussen de 1 en de 30 wil vinden, ja, dan de niet zo slimme manier is om per getal te gaan kijken of je het ergens door kan delen. Dus als je dan bij 29 bent, dan moet je gaan kijken, ja, deelbaar door 2, nee, het is oneven, 3, ook niet, 4, oh ja, die hoef je eigenlijk niet te checken, want je had 2 al gedaan. En zo ben je dan best een tijdje bezig. En Eratosthenes, een oude Griek, bedacht duizenden jaren geleden al iets wat veel slimmer is. En om alle priemgetallen tussen de 1 en de 30 te vinden, herhaal je steeds dezelfde stappen. Nou, je begint even met 1 weg te krassen, dat is per definitie geen priemgetal. Dan neem je het eerste getal wat je tegenkomt, dat is de 2. En daarna streep je alle veelvouden van 2 weg, want dat zijn allemaal deelbaar door 2, dus geen priemgetal. Dus dat is de complete tafel van 2, alle even getallen eruit. En nu herhaal je steeds dezelfde stappen. Je neemt het eerste getal wat je nog niet hebt gehad, dat omcirkel je en je krast alle veelvouden weg. En dan ga je net zo lang door tot je aan het eind van de lijst bent. En dan zijn alle omcirkelde getallen de priemgetallen. Ja, en nu zijn we eigenlijk zover dat er geen veelvouden meer zijn. Want we maar tot 13 gaan, dus voor 17, 19 en 23. En 29 hoef je ze alleen nog maar te omcirkelen en zo vind je dan alle priemgetallen. En het leuke is dat je dit door een kind van 12 of 10 kan laten doen als die maar de tafels kent. En hij hoeft niet eens te weten wat priemgetallen zijn. Als die de stappen van het algoritme volgt, dan lukt het. Waar ik op ga letten bij de inzendingen is hoe elegant eigenlijk de algoritmes of de trucs zijn die er gebruikt worden. Dus wat ik heel fijn vind als je in plaats van brute force gewoon 100 mogelijkheden te proberen, een slimme truc verzint om in 1 keer al die mogelijkheden te doen. Dat vind ik heel erg tof. En ik ben heel erg benieuwd wat er komt. Ik moet zelf zeggen dat ik eigenlijk helemaal niet zo heel goed kan programmeren. Ik kan vooral op papier heel goed de algoritme uitschrijven. Dus ik ben waarschijnlijk sowieso heel erg onder de indruk van jullie code. Dus stuur me op en zet er wat commentaar bij je algoritmes.